Pien van de Geest. Goedenavond. Goedenavond. Wij zijn bezig met Eimond Nieuws Sport om wat onbekendere sporten naar voren te brengen. Vanavond zitten we bij Volendam Handbalvereniging. En we hebben hier net een wedstrijd gezien waar we het verder niet over zullen gaan hebben. Maar die was een klein beetje teleurstellend. Ja, klopt. Ja, ja, niet helemaal naar de verwachtingen voldaan. Nee, oké. Maar Pien, dat laten we zitten. We gaan het hebben over jouw carrière tot nu toe. Je komt uit Beverwijk. Ja. En je bent kleindochter van een zeer bekend Beverwijker. Ja, klopt, klopt. Jan van de Geest. Ja, 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 mijn opa, ja, de slager, de man van Dem. Ja, ik zou bijna zeggen, wie kent hem eigenlijk niet? Wie kent hem niet? Nee. Nee. Dat, in Beverwijk kennen de meeste mensen jou wel. Pien, je bent 19 jaar en over een paar weken word je 20. Dat is natuurlijk in de topsport, want ik beschouw ook dit wel, als een hele mooie leeftijd. Eredivisie handbal. Wat is de voorgeschiedenis? Waar ben je begonnen? Ben je in Beverwijk begonnen? Vertel eens het voortraject. Ik ben begonnen bij HCV. HCV 90 in Beverwijk. Waar mijn tante, mijn moeder eigenlijk allemaal zijn gaan handballen. Daarna zijn wij verhuisd naar Castricum. Dus daar eigenlijk toen ook de switch gemaakt van Beverwijk naar Castricum handbal. En toen gedacht, nou, ik ga wat hoger op. Ik wil wat meer. Ik ben toen naar DSS gegaan, Heemskerk. Die speelde op dat moment nog eredivisie op het moment dat ik heen ging. Die zijn uiteindelijk gedegradeerd. En toen kwam er, dat ik nog daar zat, kwam er een open training van de handbalacademie. En ik dacht, nou, waarom niet? Ik laat me eens opgeven. Hoe oud was je toen? Toen was ik nog 15. En toen dacht ik, nou, waarom niet? Ik ga het gewoon een keer proberen. En ik had, dat was eigenlijk mijn droom. Dat is wat ik wil. Dat vond ik super vet uit huis. En nou, het grote oranje. Nou, daar kwam ik de eerste selectieronde door. Toen bleven er 25 over van de 100. Dus toen werden het er 25, toen werden het er 7. En uiteindelijk zijn het er 2 gebleven. En daar was ik er 1 van. En toen was DSS wel, nou, op dat moment dat ik eigenlijk door die selectierondes heen kwam, was het voor mij ook van ja, misschien moet ik dan ook wat meer gaan kijken naar andere clubs. En toen eigenlijk de keuze gemaakt voor VOC om daar nou ja, mijn niveau ook te verhogen. Maar ben ik goed geïnformeerd als je ook op Papendal intern bent geweest? Ja, dat is dus de open trainingen. Daar werd ik uiteindelijk uit die 2 kwam ik op Papendal terecht. Daar heb ik 2,5 jaar gezeten, gewoond, geleefd, naar school geweest, getraind. Nou, daar heb ik van zondagavond tot vrijdagmiddag gewoond, ja, elke week. En eigenlijk alleen maar bezig geweest met school en met handbal. Ja, ja. Hoeveel keer train je dan daar? 2 keer per dag. En dat 5 dagen in de week of 4 dagen in de week? 5. 5 dagen in de week, ja, en daarna dan nog een wedstrijd bij VOC. Ja, ja. Nou, VOC, een topclub in handbal. Ja. Hoe is dat traject gegaan? Want ik neem niet aan dat je als 16, 17-jarige zomaar aansluit in de Eredivisie handbal. Nee, nee, ik ben vanuit, ik was toen tweedejaars B. Ik ben toen aangesloten bij de A. En daar heb ik eigenlijk het traject aangegaan in de A-jeugd en zo doorgestroomd. Daar op een gegeven moment ging ik natuurlijk mee trainen met de dames, meespelen met dames 2 op de bank zitten eerst. En dan ga je zo steeds een stapje verder. 5 minuten spelen, 10 minuten spelen. Nou, zo steeds meer. Landskampioen worden, dat is natuurlijk ook gebeurd bij VOC. Ja, ja, ja. Het jaar voordat ik wegging. Of hetzelfde jaar, dat was eigenlijk voor de corona, dat jaar zijn wij. Jeugd International bij Oranje. Vanuit Papendal is dat een logisch vervolg. Ja, het is wel. Het zijn 2 losse dingen. Dus het is niet automatisch zit je op Papendal, zit je bij Oranje. Het kan ook zijn dat je dan nog afvalt. Dat zijn echt wel 2 losse dingen. Nou heb ik het geluk gehad dat ik het allebei heb doorlopen. Dus zowel Oranje als Papendal, ja, dat liep bij mij heel mooi in 1, in samen. Ik ben daar toen terechtgekomen bij een trainer die ook automatisch mijn trainer was bij VOC. Toen had ik eerst nog een andere trainer op Papendal ook, dat eerste jaar. Maar toen ben ik wel dat traject aangegaan met Oranje. Toen heb ik mijn debuut mogen maken. In december ergens, 2017. Is dat jong Oranje of is dat Oranje onder 19? Dat onder was 17? Oranje onder, even denken hoor, Oranje onder 18 was dat op dat moment. Ja. Wat maak je dan zo al mee? Internationale toernooien, buitenland? Ja, ja, we zijn een paar keer naar buitenland geweest. Ik heb veel Oostbloklanden gezien. Het Hongarije, het Roemenië. Het WK was in Polen, waar ik uiteindelijk mee mocht met de selectie. Ja, dus ik heb veel Oostbloklanden heb ik mogen bezoeken. Wat voor type speler ben je? Ik heb je vanavond gezien. Hoe omschrijf je jezelf?
Ik ben een lange linkshandige speelster. En dat is voor de meeste voetballende mensen, is als je linkshandig bent, is dat, of linksbenig, dat is heel mooi meegenomen. Dat is hetzelfde ook met het handbal. Als je linkshandig bent, is dat super mooi meegenomen. Ik ben sterk, ik ben lang, ik kan heel hard gooien. En ik denk dat ik in een dekking ook erg sterk ben. En dat heb ik wel fysiek vooral mee. Je periode bij VOC, daar heb je verschillende wedstrijden in het eerste gedeeltelijk gespeeld. Ja. Nu ben je bij Volendam. Ja. Als ik dat even terugkoppel naar een voetbalgebeurtenis. VOC is het Ajax van de handbal. Waarom doe je die stap terug naar Volendam? Deze vraag is maar eerder gesteld. Het voelde dat heel veel mensen zeiden, je gaat een stap terug doen. Het voelde voor mij als een stap vooruit. Door meer speelminuten? Door meer speelminuten. Ik heb een andere rol gekregen in het team. Waar ik heel blij mee ben. Ik heb inderdaad meer minuten mogen maken. Wat heel fijn was voor mij. Waar ik meer zelfvertrouwen van kreeg. En eigenlijk ben ik daardoor een betere speelster geworden. Dus het is voor mij een stap vooruit geweest. En is het dan een tussenstap? Of denk je, dit is Eredivisie handbal. Hier ben ik op mijn plaats. Ik ga niet zeggen dat dit het eindstation is. Want dat je kan natuurlijk niet de toekomst inkijken. En je weet niet hoe het is over 5 jaar. Dus zeg nooit nooit. Mocht ik een mooie stap naar het buitenland kunnen maken, waarom niet? We hebben het daar in een voorgesprek over gehad. Ja. Je was daar eigenlijk vrij uitgesproken over. Als de Europese top zou komen, en toen noemen we de naam Esbjerg, dan zou je daar niet zo lang over na hoeven te denken. Nee, dat zijn... Maar dan ga je wel weer uit huis. Ja, en dat zou ik niet zo erg vinden om uit huis te gaan. Dat zou ik hier in Beverwijk zou ik ook bij mijn ouders vandaan kunnen. Maar... een club als Esbjerg, als Kier uit Hongarije of noem al de Europese top maar op. Ja, dat zijn kansen die moet je niet laten liggen. Nee, dat mag ook niet. Nee. Zeker niet in de topsport. Nee. Want dit is gewoon topsport. Ja. Volendam, 4 keer trainen. Papendal, 10 keer trainen. Ja. Dat verschil is natuurlijk ook immens. Is het hier dan daardoor ook gezelliger, socialer? Heb je meer binding met de clubmeiden? Ja, dat vooral. Ik heb het, we hebben een superleuke groep meiden. We zijn met z'n 16e een onwijs leuke open groep. Die allemaal heel hard kunnen werken. Die allemaal van een feestje houden. En ik denk dat die combinatie wel een hele goede band met elkaar maakt. Ja. Dus het weggaan bij VOC, het komen bij Volendam. Eigenlijk geen full prof meer zijn. Dat moet consequenties hebben voor je maatschappelijke carrière. Vertel daar eens wat over. Ja, ik werk hier nu 38 uur bij. In de modewereld. Wat superleuk is. Waar ik het ook onwijs naar mijn zin heb. Waar in de modewereld en wat doe je daar? Ik werk in de sales op een heel groot Deens modebedrijf. Bestseller. Daar val ik onder Only. En daar ben ik als sales support aan het werk op dit moment. Oké. Ik heb begrepen dat er toch vanuit Beverwijk nog wel mensen zijn die jou terug willen halen. Naar DSS. Een vriendin van je speelt er ook. Ja. Roos van Hensbergen. Ja. Je hebt nee gezegd. Ja, ik ben er vorig jaar ook nog op gesprek geweest. Maar het spelletje vond ik te leuk om dat voelde net. Ja, daar ga je natuurlijk van de Eredivisie naar de Eerste Divisie. Dat voelde voor mij als een stap terug. En ik had het gevoel dat ik die stap nog niet hoefde te maken. Even terug naar de sport zelf. Ja. Het staat algemeen bekend als een harde. Zelfs misschien wel een gemene sport. Ja, klopt. Dat een beetje? Ja, het is een hele fysieke sport. Het is, je raakt elkaar eigenlijk constant aan. Dat moet ook wel, want anders dan is het eigenlijk het helemaal niet meer. Maar het is ook wel een gemene sport, maar ook een hele mooie sport. En een hele snelle sport. Hele dynamische sport, een hele dynamische sport. Gezien ja, heb. Ja, klopt. Ben klopt. Ik verbaasd van de snelheid die hierin zit. Ja, er zit onwijs veel snelheid in. Het is natuurlijk hoeveel snelheid je erin wil brengen als team. Dat bepaal je natuurlijk zelf als team. Het is een super dynamische sport, veel snelheid. Ja. Zijn er veel kansen voor jeugdspelers om door te breken? Met heel hard werken kom je een heel eind, ja. Ja, maar je zal ook talent moeten hebben. Ja, natuurlijk. Je altijd natuurlijk een beetje, je moet natuurlijk wel iets... Het moet een mix zijn, hè? Ja, zeker. Nou, ik denk dat wij in ieder geval een stukje wijzer zijn geworden voor Eimond Nieuw Sport. Het is een relatief onbekende sport, een kleine sport, maar ik heb wel het idee dat we nu een stukje meer duidelijkheid hebben. Ja. Nog 2 wedstrijden voor dit seizoen. Ja. Ook voor jou geldt het coronaseizoen. Een waardeloos seizoen natuurlijk. Ja, zeker. Want het moet volgend seizoen dan een keertje weer gaan gebeuren. Ja. Met publiek op tribune. En ik hoop dat je je verder ontwikkelt. En wij blijven je in ieder geval volgen. Leuk. Dank je wel. Jullie snel nog een keer.